Het voorval waarbij journalist Jason Pinas is mishandeld door beveiligingsmannen van vicepresident Ronnie Brunswijk wordt niet besproken tijdens de Raad van Ministers. Dit zijn minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering. Ik verwacht dat het vanmiddag tijdens de regeringsraad wel aan de orde komt. Het is een ernstige zaak, sowieso. Laat mij dit ervan zeggen, en dat zeg ik. Ik heb een goede relatie met de media en ik waardeer en respecteer ook de rol van de media in de samenleving. U heeft een belangrijke rol te vervullen. Ik ga niet op het incident, want dat moet nog goed worden besproken en onderzocht worden. Ik vind dat dit soort zaken in het algemeen sowieso niet moeten gebeuren. Ik denk dat het belangrijk is dat waar we zeggen dat we voorstander zijn van een vrije media, van een transparant beleid, openheid van zaken, dat natuurlijk een stukje verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En dat is mijn persoonlijke visie, maar ik denk ook van de partij waartoe ik behoor, om te zeggen, laten we zo goed mogelijk met de media omgaan. Er zijn verantwoordelijkheden uiteraard aan uw kant, voor wat betreft de privacy en al dat soort dingen, maar het mag nooit leiden tot zo'n incident. Ramdien geeft aan dat de zaak de aandacht van de president heeft. Defensieminister Krishna Kumari Mathura zegt dat deze kwestie door de justitiële autoriteiten op een correcte wijze moet worden aangepakt om tot een juist oordeel te komen. Beveiligingsambtenaren bij de dienst Nationale Veiligheid zijn verantwoordingsverschuldigd aan het kabinet van de president. Ik zal altijd geweld veroordelen en ik veroordeel ook dit geweld. En dit had nooit mogen gebeuren. De justitiële autoriteiten moeten dus deze zaak grondig onderzoeken. En er moet gerechtigheid geschieden. En ik vind dat journalisten in alle vrijheid hun werk moeten doen, omdat het een heel belangrijk orgaan is binnen de samenleving. Zij verzorgen, zij zijn de link vaak tussen organisaties, overheid en die samenleving. En die samenleving heeft recht op informatie. Dus daar sta ik voor. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie. Minister Kenneth Amoksi zegt dat hij geen waardeoordeel kan vellen over het incident. Over de agent die de aangifte van de journalist heeft opgenomen en gezegd heeft dat het Jason's eigen schuld is, zegt Amoksi dat de ambtenaren niet zo te werk hoorden te gaan. Welke maatregelen getroffen zullen worden tegen de beveiligingsambtenaren die vermoedelijk politieambtenaren zijn, wil de bewindsman niet zeggen. Hij stelt dat hij de resultaten van het onderzoek wil afwachten.